Het is donderdag 25 maart. Het is een hele rustige lentedag. Het is een graadje of 12. Een beetje fris om in de bijen te werken. Dat gaan we toch doen. Het is wel wat vliegweer. De bijen vliegen heel rustig. Ze halen voornamelijk water op dit moment. Verderop begint de koolzaad met bloeien. Echt nog maar een procentje wat in bloei staat. Dus dat is nog niet de moeite. Maar in de loop van de week zal het warmer worden. Dus ik ga deze week bij de sterke volken de honingkamers erop zetten. Dat doe ik alleen maar als er heel veel druk naar boven is van de bijen. Dat er heel veel bijen in de kas zitten die eigenlijk ruimte nodig hebben. Dat doe ik niet voor de nectar. Dat doe ik ook niet bij volken die daar nog niet aan toe zijn. Dus ik kijk niet naar de hoeveelheid broed. Ik kijk echt naar de hoeveelheid bijen. Als ik zie dat er heel veel gesloten broed is, dan weet ik dat er in die komende week tot 10 dagen veel bijen uit gaan lopen. Maar dan wacht ik liever nog een weekje. Dan dat ik, want die bijen zijn ook weer nodig om het volgende broed te verwarmen. Dan wacht ik liever nog een weekje of twee. Dan dat ik nu al de honingkamer opzet. Dus ik ga dat doen bij deze kast. Hier staan er een stuk of 8. En ik neem jullie mee en dan laat ik jullie zien bij welke volk ik wel opzet en bij welke volk ik niet opzet. En dat is altijd een beetje arbitrair. Dus je kunt nooit helemaal precies zeggen, dan zet ik op. Bij de dant heb je iets meer speelruimte, omdat je naast de broedkamer lege ruimte hebt waar de bijen kunnen zitten. Als je een hoge bodem gebruikt of de dant met een hoge bodem, dan heb je nog meer speelruimte, want dan kunnen de bijen aan de onderkant doorhangen. En zo zijn er verschillende factoren die een rol spelen. Werk je met één broedkamer op spaarkast zonder hoge bodem, ja, dan zul je al opgezet moeten hebben. De sterke volken passen daar eigenlijk al niet meer in nu. Werk je op spaarkast met twee broedkamers, dan heb je iets meer speelruimte. Dan zit je er misschien nu net tegenaan of heb je nog een week of twee speelruimte. Werk je weer met hoge bodem op de spaarkast, dan heb je ook weer iets meer speelruimte. Dus zo moet je altijd kijken naar hoe ziet mijn volk eruit, hoeveel bijen zijn er om het broed wat komende weken groot gebracht moet gaan worden. Het broed wat komende weken groot gebracht moet gaan worden, kunnen die goed verzorgd worden. En zijn er dan nog bijen over om naar boven te gaan, dat is een goed moment om op te zetten. Of als er heel veel dracht binnenkomt, maar dat is komende week misschien 1 of 2 dagen het geval. Maar voor de rest zal er nog niet veel dracht binnenkomen. Dus dat is voor mij op dit moment niet een argument. Kijk gerust mee. Nou, deze hebben een pakje voer gehad, dat is op. Ik laat jullie even zien hoe sterk het volk is zonder rook. Nou, prachtige bak bijen. Je ziet dat die bijen dus dan ook helemaal doorhangen. Zie je dat? Ik sta er een beetje ongelukkig achter, zodat ik niet voor de camera sta. Hier zie ik aan de kantraam allemaal grijze bijtjes. Dus dat zijn jonge bijtjes. Nou, dit volk is duidelijk toe aan een broedkamer. Dus die zitten echt goed vol. Even iets dichterbij laten zien. Zie? Hier hangen de bijen al volop naast het broednest. Zo. Ik zie ze nog niet doorhangen. Ik heb er een mooie klep onder gemaakt, dus daar kan ik het ook goed zien. Ja, die hangen toch ook al een 1,5 centimeter hangen die door. Aan de onderkant. Dus ja, dit volk is echt klaar om opgezet. Om een honingkamer opgezet te krijgen. Die kunnen ze dan ook mooi voorbereiden, mooi schoonpoetsen. Nou, eens kijken hoe het broednest eruit ziet. Dit raam is volledig belegd. Hier is gesloten broed, daaromheen is oud broed. Broed ziet er ook goed uit, is goed aangevoerd. Hier zie ik een paar celletjes met stuifmeel. En daaromheen volledig glinsterende larfjes. Tot aan het kantraam volledig bezet. En dan de andere kant ook. Ja, prachtig raam met broed. Dan moet ik hem er goed op inhangen, niet verkeerd om. Zo. Nou, ook hier dit raam volledig bezet met broed. Tot in de hoekjes eitjes. En ook deze kant. Je kunt ook hier heel mooi die cirkels weer zien van de koningin. Dus hier is ze ooit begonnen. Tweede leg, derde leg. En de vierde leg. En die vierde leg die loopt nou uit. Of die vierde rondgang die loopt nu weer uit. Nou ja, zo heb je in het begin van het voorjaar steeds stukken op het raad die uitlopen en stukken die niet uitlopen. Dat heeft niks te maken met een
niet gesloten broednest. Dat is gewoon een heel mooi gesloten broednest. Maar het zijn gewoon de legcirkels uit het vroege voorjaar. Hier zie je al dat het naar elkaar toe kruipt. Hier zien we overigens ook de koningin lopen. Een prachtige koningin. Een prachtige koningin. Nummertje 46. Nou, het zou me niet verbazen dat zij al besloten heeft om over... of de bijen al besloten hebben om het broednest aan de andere kant van... en ook hier... volledig belegd. Het zou mij niet verbazen dat deze koningin al over de kantraam heen is gegaan. Dat de bijen het broednest aan de andere kant van het kantraam al voorbereid hebben voor de koningin om daar te leggen. En dat doet ze dan ook. Hè. Zo'n kantraam is maar een beperkte barrière. Het is meer een hulp voor de bijen. Helemaal vol met stuifmeel. En aan deze kant ook. Die haal ik er even uit. Wel een goed zwaar raam, dus eten is er nog genoeg. En hier zien we inderdaad achter het stuifmeelraam nog weer een heel broedraam. Dus dit broedraam schuif ik nu in het broednest. Zo. Dus deze zit al op 5 ramen. En dan kijken wat het laatste raam is. Ook weer een stuifmeelraam. Dat is typisch wat er gebeurt op dit moment in het jaar. Dus hier laat ik het bij. Hoppakee, dit vijfde raam kan ze nou weer helemaal mooi bebroeden. Ik schuif de ramen even goed tegen elkaar aan. Hier geen rommel, dat hier geen rommel ontstaat. Die komen wel uit. Het zijn maar 3 cellen nog. Dan heeft ze nu 5 ramen. En nu had ik dus gewild dat ik een derde kantraam had. Want dan had ik niet alles hoeven op te schuiven. Dat moet ik nu wel. Schuiven we alles even op. Zo. Oké. Koningin op 5 ramen broed. Dat is een... 40.000 cellen zal ze ongeveer wel hebben. De eerste 4 waren helemaal vol en de derde een half tot 3/4 vol. Dat is prachtig. Zo. Dit zijn natte honingkamers. Daar zit nog een beetje honing in. En die kunnen ze goed schoon likken. Die zijn nat. Die ruiken heerlijk. Heerlijke zomerhoning van vorig jaar. Zo. Hebben ze mooi ook wat te doen, die jonge bijtjes. Ja, ik ben het maar. Ik ben het maar. Een volle bak met bijen. Voer is op. Je ziet hoe mooi ze dat leeg eten met zo'n voerhulpje erin. Ik heb hier een broedkamer gemaakt van 2, 4, 5 ramen. Dan heb ik 2 keer 2 ramen met voer. Daartussen zit nog een sluitblok. Als het goed is, zit het vlieggat ook aan deze linkerkant. Vanaf de kast gezien, nee. Oh, hier heb ik een fout gemaakt. Ik heb hier dus het vlieggat zit hier rechts. Terwijl de broed zit hier links. Dus ik maak hier het vlieggat ook open. Deze maak ik dicht. Gaan we eens kijken hoe dit eruit ziet. Ik moet hier aan de voerkant beginnen. Oh ja, ik weet alweer. Toen was het een beetje koud. Toen heb ik dat buitenste raam laten zitten, want dat wil ik graag dat ze dat leeg eten. Het zal me dus niet verbazen dat aan deze kant ook broed zit. Dat is een mooi geel raam met een klein beetje stuifmeel. Klein beetje voer. Dit is dus het kantraam.
Prachtig schoongepoetst door de bijen. Beetje gepropoliseerd. Ik had die ramen iets uit elkaar geschoven, zodat de kast helemaal vol zat. Hier heb ik een nieuw raam, een geel raam. Helemaal belegd met eitjes en een klein beetje stuifmeel. Dus de koningin heeft hier het broednest al vergroot. Ook dit raam is helemaal vol met broed. Nou, dat is precies wat ik zei. Die koningin die wil richting het, vlieggat broeden. En het voer zit altijd ver weg van het vlieggat. Nou heb ik aan deze kant het vlieggat geopend en aan deze kant gesloten. Dus dan gaan ze aan deze kant het voer opslaan. En dan wil de koningin die kant op broeden. Nou ja, geen ramp. Maar ja, een beetje dom van de imker. Het raam tik ik even af in de kast. Vol met jonge bijen. Die hebben vaak nog niet gevlogen. Dus die moeten wel goed in de kast terechtkomen. Dan kan ik hier gewoon het broednest aanschuiven voor zover het nog broednest is. Er zijn al twee ramen vol met eitjes. Nou, hier zien we een raam vol met broed. Midden in het broednest dus nu voor de bijen. Een raam vol met broed, onderin wat darrenbroed. Hier darrenbroed, in deze hoek en die hoek en hier allemaal gewoon broed. Het ziet er allemaal prachtig uit. Ja, mooi belegd. Weinig stuifmeel in het broednest. Aan de zijkanten zat wat stuifmeel, dat vind ik prima. Maar in het broednest liever niet. Hier ook een paar cellen met stuifmeel. En de lege cellen allemaal belegd. Dus ook dit is van kant tot kant broed. Ah, dit is een supersterk volk, hadden we de vorige keer ook al gezien. Dat is de F1 van het volk hiernaast. Ja, die doet eigenlijk nog beter dan de P-moer. En hier ook weer volledig raam met broed. Dus deze heeft nu al 2, 4, 5, 6 ramen vol met broed. Onvoorstelbaar. We lopen echt een paar weken voor op de normale jaren. En het laatste raam. Ze zijn wel minder lief dan het volkje naast. Ik heb toch al 2 steekjes te pakken. Ook volledig belegd met broed. Aan deze kant bovenin hier wat stuifmeel, maar voor de rest ook weer volledig belegd. Nou, dit is eigenlijk wat we niet vaak tegenkomen. 7 ramen broed. Daar laat ik het zeker bij. Ik wil niet dat ze... Want hier zal ze echt moeite mee hebben om dit vol te houden. Die 7 ramen. Dus deze laat ik bij die. Dat is echt een minpuntje. Maar daar kun je ze nog niet af hoor. Je kunt er nog altijd met blote handjes in. Ik heb maar weinig rook gebruikt. Ik schuif het geheel hier naartoe. Ja, oh, dat was een schampschot. Zo, kantraam er tegenaan. Deze hebben ook heel weinig voer. Nou, hier zit een kilootje in nog. Dus ik kan niet zeggen dat ze gelijk verhongeren. Maar ik kan ook niet zeggen dat ze nog ruim voer hebben. Want dat wil ik wel. Dus deze krijgen en een honingkamer en een pak voer. Ik laat mijn honing altijd testen. Alle testen die er zijn, zowel op suiker, siropen, gif. En er komt eigenlijk nooit voor dat mijn honing wordt afgekeurd. Of omdat er wordt aangetoond dat er suiker in zit. Dan moet je echt vloeibaar suiker voeren. En echt ook veel op het moment dat er dracht is. Er is nu geen dracht. Als ik het bij me had gehad, had ik deze zelfs 2 honingkamers gegeven. Dan had ik ze zelfs ook nog een bak niet uitgebouwd gegeven. Maar daarvoor kom ik dan volgende week even terug. In de loop van de week. Oh, dit is ook nog een donker raam. Die wil ik er eigenlijk uit hebben. Nou, dat doe ik dan bij de volgende keer slingeren. Donkere ramen trekken wasmotten aan.
Dus als je ramen opslaat, wil je eigenlijk geen donkere ramen opslaan. Zo. Hier zit wat braamraad aan. Ook weg. Hoppakee. Zo. En die krijgen daar ook van mij nog een pakje voor. Zeven ramen broed. Goh. 50.000 cellen. Ruim. 55 zeker wel. Dus die legt echt 2.500 eitjes. Heeft die gelegd de afgelopen periode per dag gemiddeld. Dat zijn enorme hoeveelheden.